Daar gaat een van de 20 bomen op de ringvaartkade in Zevenhuizen. De gemeente heeft een vergunning voor noodkap afgegeven, omdat de situatie over een lengte van 200 meter behoorlijk nijpend was. Wat u hier ziet, dat is hierboven is de ringvaart van de Zuidplaspolder. Er is behoorlijk wat water die er tegenaan zit. Dit is een kade met een niveauverschil van een aantal meters. En u ziet hier de scheurvorming die wij aantroffen. Met wat uitbolling van dat taluut. Waarop wij besloten hebben om direct een aannemer in te schakelen. Om daar voldoende steun aan te brengen. Want zo ernstig is het eigenlijk? De situatie vonden wij op die manier zo ernstig dat we niet wilden wachten tot maandag. In allerijl wordt er nu een steunberm aangelegd die de dijk moet verstevigen. Steunberm, dat wil dus eigenlijk zeggen dat we het grasveld even weggehaald hebben ter hoogte van die scheuren. Daarna is er allebei elkaar denk ik nu een 2000 kuub grond aangebracht. In een bepaalde hellingshoek tegen de kade aan. Zodat de kade niet uit kan barsten of door kan breken. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland houdt de dijken in zijn gebied goed in de smiezen. Dat gebeurt met de hulp van Defensie. Een onbemand vliegtuigje van de landmacht voorzien van camera's wordt ingezet om de dijken in het gebied te inspecteren. Het doel van de beelden is voor de mensen van de Heemraadschap de zwakke plekken in de dijk waar te nemen. De heren van de Heemraadschap kijken zelf ook mee en die kunnen die hun maatregelen treffen op de zwakke plekken in de dijk. Het grote pluspunt van het vliegtuigje is dat de inspectie snel gaat. We hebben het hele gebied van Delfland in 4 vakken verdeeld in overleg met de Defensie. En nou, per vak kan het ongeveer in 1 uur gevlogen worden. Dus kunnen echt binnen 1 dag de meest gevoelige kaders in beeld brengen. En zodoende vormt het een mooie aanvulling op het werk van de mensen die de inspectie op de grond uitvoeren. Het Wilnis-effect van 2003, dat hopen wij te voorkomen. En dit is een van de hulpmiddelen die daar aan toe bij kan dragen.